De eerste wet van Newton. Kijk, daar is meneer Newton, een van de grootste natuurkundigen uit de geschiedenis van de mensheid. We gaan eens bekijken wat hij zoal over krachten en beweging heeft gezegd. Dit plaatje heb je al een keer eerder gezien. Er is geen beweging en dus, hoewel er wel krachten zijn, zullen die elkaar iedere keer opheffen. Dus de resulterende kracht of totale kracht is nul. Dit is de basis voor de eerste wet van Newton. Die zegt, als de snelheid nul is, dan is de resulterende kracht ook nul. Maar hier is Newton niet beroemd om geworden. Hij ging verder, want hij deed ook een uitspraak als de snelheid niet nul is, maar constant. Om de wrijving te overwinnen, heeft de fietser een kracht vooruit nodig. En Newton, die gaf aan dat die precies even groot is als de beide wrijvingskrachten. Waar is de kracht voor nodig? Niet voor het behouden van de snelheid, maar wel voor het veranderen van de snelheid. Bij het afremmen zal de wrijving groter zijn, dus is een resulterende kracht naar achteren. En bij het versnellen is de voortstuwende kracht het grootst en dus is een resulterende kracht vooruit aanwezig. De wet van Newton compleet is dan ook: als een voorwerp een constante snelheid heeft, dan is de resulterende kracht 0 newton. Let op dat een stilstaand voorwerp ook een constante snelheid heeft, dus dat klopt ook. In het examen van 2013 kwam deze opgave voor. Lees eerst even goed door. Als het te snel gaat, klik je even op pauze. Op de uitwerkbijlage stond dit plaatje. En hier moest je dus een wrijvingskracht bij tekenen. Heel veel leerlingen tekenden een iets kleinere kracht omhoog dan de zwaartekracht zelf. Want de skydriver zou anders nooit naar beneden kunnen vallen. Dat is fout. Want de eerste wet van Newton zegt, omdat de snelheid al constant is, is er dus geen resulterende kracht nodig. En dus moeten beide krachten even groot zijn. Een ander voorbeeld. Iemand trekt een slee met een constante snelheid voort. Natuurlijk is er wel een wrijving en dus moet er wel flink getrokken worden. De vraag is, hoe groot moet die kracht zijn? Om deze vraag te beantwoorden gaan we eerst eventjes die tekening een beetje moderniseren, een beetje uitkleden. Die slee die veranderen we in een stip en het koord die veranderen we in een werklijn voor de trekkracht. Die persoon zelf hebben we ook niet nodig. En we tekenen de wrijvingskracht erbij en doen we ook meteen een krachtenschaal. De wrijvingskracht heb ik nu 4 cm groot getekend, 40 newton. Ten slotte, wat werd gevraagd? De kracht werd gevraagd. Hoe groot is F-trek? Een gegeven wat we nog niet hebben opgeschreven gaat over snelheid. Niet de grootte hiervan is van belang, maar wel dat de snelheid constant is. Want dat betekent dat de resulterende kracht 0 newton is. In de tekening staat een kracht van 40 newton en dus moet er een kracht zijn die de 40 newton opheft. Die kun je tekenen. Kijk hier de groene kracht naar links even groot als de rode pijl naar rechts. En die kracht die moet afkomstig zijn van de trekkracht. Het is een component van de trekkracht. En je kunt dus een lijntje tekenen, zodat je weet hoe groot die trekkracht moest zijn geweest. Ja, de trekkracht kan dus op de juiste lengte nu worden getekend. En nu we de juiste lengte hebben getekend, meet je de lengte op. Die blijkt 5,2 cm zijn. En dus moet de slee met 52 newton vooruit worden getrokken om hem op een constante snelheid te laten bewegen. Als laatste een kleine opdracht voor je om voor te bereiden op de les. Neem dit over en geef voor iedere situatie het juiste antwoord. Je kunt iedere keer natuurlijk gebruik maken van de eerste wet van Newton. Veel succes!